Dit kaartje heb ik je al eerder laten zien. En nog even om je duidelijk te maken dat hij aan het dwalen is, aan het dolen is. En uiteindelijk komt hij dus aan in Carthago. En dan is zijn doel nog niet bereikt. Hij moet namelijk naar Latium. En dat is exact waar wat er dus nou zo meteen gaat gebeuren. Hij is hier nou al aangeland, maar hij is dus nog niet op zijn eindbestemming. En straks al die gebeurtenissen in Troje, die worden nog door hem verteld in boek 2. Met name een deel ook in boek 3. En in boek 4 wordt hij nog verliefd op Dido. En dan uiteindelijk vertrekt hij toch naar Latium. En dat gaat hij hier ook vertellen in dit stukje. Dat dat de bedoeling is. Maar ik heb ook het stuk van tevoren er even bij gepakt. Omdat nog heel kort ik dan kan herhalen de imperatieven van het present. Schreef ook K, te, uitgang te, miti, te, uitgang te. En dan komt hier nou ook voor dura, te, serva, te. Nou, als je die imperatieven wil herkennen, dan is hier in het enkelvoud eigenlijk niks anders dan de stam. En in het meervoud de stam van een werkwoord plus te. Dus je krijgt bijvoorbeeld voca en dan als meervoud vocate. Soms staat er een bindvokaaltje tussen, die i. Dus dan heb je mitteren, mitte. Dan komt er een eetje achter. En mitite, dan komt er een i tussen. Soms is het ook gewoon wel de zuivere stam, maar dat herken je wel. Want dan krijg je bijvoorbeeld dik en dikite. Nou, hoe moet je hem dan vertalen? Nou, met een gebiedende wijze, een bevel. Of met het hulpwerkwoord moeten. Daar kom ik dus zo nog op terug. Bij zijn heb je dus nog bijvoorbeeld es en este, wees en weest. Ja, en die bindvokaal, die i, die komt alleen voor bij medeklinkerstammen. Nou, dit had ik verteld, revocata animos, maar stonk het morgen niet te voorzien. Het haik eoli bimunissi jurvabit. Misschien vind je het ook nog wel leuk om dit ooit een keer te herinneren. Hou ik over pervarios casus. Een casus is van groep 4, is dus accusatief is meervoud hier, horend bij vario's, door verschillende lotgevallen en door zoveel kritieke situaties van zaken, door zoveel hachelijke dingen van zaken, tendimus in Latium. Nou, daar geeft hij het al aan, zijn wij op weg naar Latium. Wat is daar namelijk? Sedes ubi fata quietas. Nou, dat ubi, dat verwijst naar Latium. Latium, waar de fata, ook zo'n belangrijk woord, waar de lotsbestemmingen sedes quietas ostendunt tonen. Rustige zetels tonen. En dat Latium, daar wordt nog een keer naar verwezen met het illic. Dus daar. Daar is het vas en ook weer fata en vas, heel belangrijke woorden. Daar is het lot, daar is het gebod dat de regna, de rijken heb ik hier vertaald. En denk dan aan de koninkrijken, niet aan de mensen met veel geld. Trojai, van Trojai resurgere, dat het rijk van Troje herrijst. En om ze dan nog extra moed in te spreken, begint hij dus met dat durate imperativus, hou vol. Et vos met rebus servate secundis. Nou, servate, bewaren. En bewaar, vos met, is hetzelfde als vos. Van bewaar jullie zelf voor iets rebus secundis, voor gunstige zaken. Daar heb ik nog twee versen over. Talia vocere vert, dus dergelijke dingen spreekt hij met zijn stem. Ja, dat zegt hij wel, maar dat voelt hij natuurlijk nog niet helemaal zo, want hij is natuurlijk aiger en ziek. Curis ingentibus, cura is zorg, curis ablativus. Door enorme zorgen doet hij twee dingen. Ook nog een keer als chiasme, ik zal het zo in beeld brengen, want spem simulat,
accusativus werkwoord en dan premit altum dolorem werkwoord accusativus. Dus hier heb je weer een chiasme. Nou, wat doet hij? Hij huichelt met zijn gezicht hoop. Maar, en dit is dus eigenlijk een ascendeton adversativum, dus een ascendeton waar hier geen en staat, maar. En hij drukt het dolorem, het verdriet, diep in zijn hart. Dus twee dingen tegenover elkaar. Op zijn gezicht staat hoop, in zijn hart drukt hij het verdriet. En dat als chiasme, hè. Spem had ik al gezegd, dan simulat. En B is dan premit. En A is dan altum dolorem. Of A is spem vol toe. En A is hier altum corde dolorem. Bij het einde van deze passage kunnen we weer binnenkort bezig met wat nieuws.